Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe vlog. Wij zijn al even wakker, het is 9:45, want wij gaan vandaag op roadtrip. We gaan samen met Sophie, Leander en Gilles naar Lisse, naar de tulpenvelden in Lisse. We gaan, ik weet eigenlijk niet wat we nog precies gaan doen, maar ik denk dat we iets gaan eten, iets gaan drinken, het wordt kei mooi weer. Natuurlijk wil ik een paar foto's maken. En all that good stuff. Het is 2 uur en een kwartier rijden, denk ik. Ik ga rijden, alleen mijn auto en Sam en ik gaan gewoon rijden. En ik denk dat om 10 uur iedereen hier is. Dat is kei fijn, ik kijk er keihard naar uit. En zo een friend day. We gaan een roadtrip met vrienden, dat gaat kei tof zijn. We zijn aangekomen in de tulpenvelden. Hier. Iedereen is daar ook echt foto's aan het maken. Eigenlijk best wel grappig, maar ik ga dat nu toch ook doen. Naar Noordwijk aan zee en hier zou van alles zijn om te eten. Dat ligt ook echt letterlijk aan de zee. Oh kijk, dat is echt wel mooi. Ja. Al die dingen. Dat is een show shallow. Goed, gaat jij maar pipi doen? Ik kom mee. Ah ja, jij moet ook pipi doen. One man's trash, that's another man's come up. Fucking granddad, or don't need an app, clap, but they don't upshirt, cause right now I'm up in her stomach. Hey, we staan stil in de file, ja, ik wil wat drinken. 12 uur koestel. Ik misschien toch weten niet. Ja, ik denk niet dat we dat halen nog, hè. Goed, letten. We zouden nu 10:45 aankomen. Ja, dat is al 20 minuten later als normaal, maar we gingen al. Ja, en het is volle bak file, we staan echt gewoon puur stil. We kunnen ruilspelletje doen. We hebben een appel
En dan gaan we vragen, wat hebben jullie in de aanbieding? En dan kunnen we ruilen. Ja, heel warm zijn of zo. Ja, voilà. En M&M's. Die waarschijnlijk gesmolten zijn. Je zit hier nu gewoon zo'n bak open. En ik heb koekjes. Of als we een ding erbij hadden, een barbecue. Misschien staat hij met die hond dat hier. Dat zou nu nog wel tof zijn. Dat trapje. Oh ja. Goed, en wat wilt je dan daarmee? Ik heb er één keer in de metro gedaan. De metro in Duitsland was. De metro stond stil. Ja. En we zaten met 10 man of zoiets in zo'n compartiment. En er hadden 4 man of zo. Echt. Ik weet niet hoeveel pinten de man bijna en zo. Ze zijn toch allemaal stil hier. Puntje. Allemaal in de zuipen. Dat is wel zalig. We zijn aan het tankstation. We gaan ijsjes kopen. Nee, Jan richt water. En ik denk dat ik een raketijsje ga nemen. Hey, hey mooie jongen. Ai, ai. Nu ga je niet daar zitten. Oh god. Ik heb een bandje kunnen zwaaien. Hoe gaat dat niet? Nee, dat is een internet. Oh. Ik moet daar beginnen en dan moet je naar daar. Waar? Naar daar. Ah, doe dat eens. Laten we daar. Ja, kom. Show. Hoho, ziet zo snel. Sam. Zou eens uw ijs de grond op? Ja. Mooi. Goed dat je een grote mond hebt, ja. Ja, doet dat. Het wiel is er al bijna, hè? Oh, wee. Woehoe! Applausje! Sam. Met Sam gaat het niet zo vlot. Gedaan. Wij zijn ondertussen terug thuis. Ik heb mijn schmink eraf gehaald. Iedereen is nog naar Tussaardplein, naar de koestal. Maar ik was echt veel te moe. Dus ik dacht, ik ga niet mee. Want dan ga ik morgen nog meer moe zijn. En we hebben een heel drukke week op kantoor. En met events en van alles. Dus ik dacht, ik ga het niet doen. Maar ik vind het ook wel een beetje spijtig, want ik wou nog wel meegaan. Maar ja, het was wel een hele leuke dag. Echt super tof. Ik heb me echt goed geamuseerd. En ik heb mooie foto's gemaakt. En we hebben lekker gegeten. En we hebben goed gelachen. Het was echt super leuk. Ik vond het echt fijn. Hopelijk vonden jullie het ook een fijne vlog. Doe dan zeker thumbs up. En wij zien jullie morgen. Oh.